Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Ik was eventjes aan het zien wat je aan het opnemen was. Deze video noem ik graag een kosmische update, omdat we eigenlijk gaan kijken van hoe zit het met de energieën. En we gaan de opsplitsing maken tussen wat is er gaande in gedachten. Wat is er gaande in emoties, energie en dan het fysieke. Dus we gaan beginnen en zien hoe dat de algemene boodschap is. Oké. Algemene boodschap is Four of Orbs. Dus voor deze week is element lucht een belangrijke. Maar tegelijkertijd is hier ook heel veel water. In dit deck zijn de orbs, dus de bollen die je ziet, dat zijn eigenlijk de gedachten die we hebben. De verschillende soorten gedachtenstromen die door ons heen gaan. En het doet mij denken aan hetgeen wat ik soms vertel aan mijn kinderen, dat ze hun gedachten moeten zien als een kleine versie van zichzelf. Niet, maar eigenlijk iets losstand van zichzelf. Omdat wanneer je het ziet als een kleine versie van jezelf, dan is het ook iets moeilijker om daar afstand van te nemen. Dus zeg ik van, zie het gewoon als iets dat losstaat van jezelf. En als het gedachten zijn die ervoor zorgen dat je je slecht voelt, zeg dan van oké, dank u wel, maar ik heb jou niets gevraagd. Dus ik zou het leuk vinden als je gewoon zwijgt. Een andere uitleg die ik gebruikte toen dat ze kleiner waren, dan was het stuk van waarin ik uitlegde van jij bent een boom en de boom krijgt vaak bezoek van vogeltjes. Dus dat zijn jouw gedachten. Maar die vogeltjes zijn niet de boom en de boom zijn ze niet de vogeltjes. Dus met jou en de gedachten is dat net hetzelfde. Dus ik denk dat deze week belangrijk is dat we gaan op focussen. We zien dat er nog meer is. We krijgen de 1 van bekers. De Queen van Wanten. Wacht, hij ziet dat in de dingen staat. De 9 van bekers. Ja, dus waar dat eigenlijk over gaat, gaat zo doen, is dat we deze week gevraagd worden van, kijk, je leven is niet volledig zoals je het zou willen hebben. Maar je kunt daar zitten en het allemaal zetten overdenken en proberen te gaan strategieën gaan uit te denken en wat dan ook. Of je kunt ook gewoon kiezen voor een nieuw begin. Door helder te worden wat dat is waar jouw passie naartoe leidt, want de wanten is die zijn verbonden met passie, met element vuur. Maar het probleem is dat die omgekeerd ligt. Dus je bent de verbinding met je vuurelement, met je eigen passie ben je wat verloren. Doorheen de dingen die in je leven gebeurden. En dus nu word je gevraagd van, kijk, neem de tijd. Het is inderdaad goed dat je stil te gaan zitten. Ga dus noods aan de zee. Dat is iets wat ik regelmatig doe. Als ik mijn hoofd wil leegmaken en mijn gedachten wil stopzetten. Om dan te gaan voelen van, wat is hetgeen dat mijn passie draagt? Wat brengt mij die vervulling? Wat vind ik zo leuk om te doen en spring ik elke ochtend uit mijn bed? Voor mij is dat content creëren zoals deze video's en schrijven. En het stuk schrijven heb ik de laatste maanden, misschien zelfs het laatste jaar, een stuk verwaarloosd. In die zin, ik heb al de e-boekjes geschreven. Maar dat is nog een heel andere manier van proces, van creatie, dan wanneer je een fysiek boek schrijft. Dus ben ik bezig nu met mijn fysieke boeken weer. En dat brengt mij echt vervulling. Ik word daar niet moe van. Integendeel, dat geeft mij energie en dan kan ik helemaal in die bubbel gaan. Dus dat is hetgeen wat er ook gevraagd wordt aan jou. Dan gaan we 3 kaarten, ik ga ze hier zo eventjes neerleggen. Voor de mind, emotionele
en het fysieke. Emotionele en fysieke. Dus we gaan zien. Dit is de boodschap voor onze mind. Het is eigenlijk een soort van advies. Hoe kunnen we een verdere healing brengen in onze mind? Of wat is dat we moeten weten over... We hebben... Oh, zijn er twee? Ja. We hebben Imrama. Where are you being called to journey to? Ja, dat is eigenlijk hetgeen dat ik net heb gezegd. Misschien waar je naartoe geleid wordt. Wat is jouw passie? Wat is hetgeen dat je voedt? En waar voel je diep van binnen die call naartoe? Waar voel je naartoe getrokken? Dus focus ook je gedachten daarop. En laat je niet misleiden door je gedachten wanneer dat je jezelf erop betrapt dat je negatief aan het denken bent. Of dat je in angstgedachten zit of wat dan ook. Maar kijk wat er jouw vreugde in brengt. Wat geven ze als advies? Take a break. Zie ook hier het begin van de nieuwe maan. En nu zitten we eigenlijk ook wel in deze fase. We hebben net de donkere maan gehad vorige week. En dus, wat staat er ook bij? A life's work is not a season. Get off the treadmill. Ja, dat is ook zo. Je kunt altijd maar werken. Maar het is belangrijk om de tijd te nemen. Het is belangrijk om iedere keer in te checken met jezelf. Van, zit ik inderdaad op het juiste pad? Pad die mijn vervulling brengt. Pad die uitgeleend is in mijn, met mijn ziel en mijn hogere zelf. Want dat is hetgeen wat er ook jouw eenheid gaat brengen. Eenheid tussen je mannelijke energie en je vrouwelijke energie. Om vanuit je divine feminine energie dan. En die afstemming dan je leven gaan vorm te geven. Dus... Wanneer dat je merkt dat je te veel in je hoofd zit, is eigenlijk de remedie om naar binnen te gaan. Om pauze te nemen, om iets volledig anders te doen en je aandacht volledig weg te trekken van de dingen waar je mee bezig was. Wat is dan op emotionele vlak de boodschap voor deze week? Of voor wanneer je de video ziet natuurlijk. Dus blijkbaar iets belangrijker of meer. Dan hebben we Divine Matrix. Ik ga ze eerst allemaal tonen. Bearing Fruit. We zijn er hier, ja. Bearing Fruit. Opening to Discovery. Maar die ligt ondersteboven. En Endless Possibilities. Ja. Zien we dat de link ook weer gaat naar de mind dan. Dus in het emotioneel. Wanneer dat je jou niet oké voelt. Dan wordt het eigenlijk jou getoond en gezegd van kijk. Je hebt de keuze, ofwel blijf je in de 3D-matrix zitten, ofwel stap je doorheen de deur, uit de mind, in de natuur, ga je naar buiten en ga je eigenlijk focussen, dat is geen onduik dat ik gezegd. En dat is eigenlijk de bevestiging van het stuk dat we daarnet gehad hebben. Maar ga naar buiten, ga je verbinden met alle andere leven om jou heen. Daarom niet mensen, er is genoeg leven om jou heen, los van andere mensen. En andere mensen komen natuurlijk ook met een ego. Dieren, planten, de natuur, niet. Dus wanneer je voelt dat je wat de verbinding met jezelf kwijt bent, en dat je dus te veel in je hoofd zit, vandaar dat die kaart ook ondersteboven ligt, en dat je niet ziet waar dat er oneindig veel mogelijkheden zijn om uit de problemen te komen, uit de situatie waar je nu zit, of wat dat dan ook maar is, waar je mee in je hoofd zit en je zorgen over maakt, weet dan dat je beschermd en ondersteund wordt. 44 is ook tegen dat engelen, je spirituele team, dus dat je geleid wordt. 12, je weet, 12 is ook een 3. 3, 7 en 12 zijn de bouwstenen van het universum. Dus alles wat je nu doorheen gaat, is er om jouw nieuwe dingen te laten ervaren. Maar daarvoor moet je dan ook open zijn, in jouw emoties, je hart open houden, vandaar ook het roze, om al die dingen te kunnen gaan ontvangen, om al die zegeningen te kunnen ontvangen, om al de ervaringen te kunnen ontvangen. En wat is dan in het fysieke? Wat is de boodschap in het fysieke? Wat is de boodschap in het fysieke? Blijkbaar is er niet zoveel
belangrijke dingen in het fysieke. Dan gaat het voornamelijk over het fysieke ontstegen. Het is zo mooi om te zien dat er hier de wereldbol staat. En dus, in het fysieke is maar één ding. En nu, op dat moment, gaat het erover dat we inderdaad recharging. Dus dat we terug naar binnen gaan. Dat we de tijd nemen om onze batterijen op te laden. Omdat onze wonden aan het healen zijn. Of ze zijn geheeld en we moeten dus weer krachtiger worden. En dus doorheen deze week ga je belangrijke informatie ontvangen. Zijn er via een video zoals hier, via een inzicht, via een droom, wat dan ook. Die afkomstig is van jouw team. Zie eens hoe dat, dat zijn twee verschillende dekken, maar toch hoe dat tegelijkenis zit. Je hebt hier die afbeelding van die geest, die energie, en dan hier ook weer hetzelfde. Vanuit de Divine Matrix, vanuit het hogere, ga je informatie krijgen over de wereld, over je leven, over de dingen die je te doen hebt. Dus leg de informatie die je krijgt rond hoe dat er allemaal gaande zou zijn in de 3D-wereld. En dan denk ik onder andere aan visies en ideeën over oorlogen en dergelijke. Jij bent krachtig genoeg om samen met mij en de anderen, lichtwerkers en tweelingvlammen, om die energie die zich daar spelen, om die te gaan transformeren. Het is nu eenmaal eigen aan de duale wereld, dat hoe krachtiger het licht wordt, dat ook de donkere schaduwen, de donkere energie, de negatieve energie, dus de andere polariteit, dat die ook krachtiger worden. Maar wij hebben de kracht om de aarde op te liften naar dat hogere, naar een hogere versie. Wij hebben de keuze om te kiezen wat dat we geloven dat waar zal zijn. En geloof me, we hebben niet zoveel heel veel mensen nodig om die belangrijke verschuivingen te gaan doen. Maar het vraagt wel aan ieder van ons, als jij je daar in groepen voelt, om elke ochtend, elke avond, elke keer als je eraan denkt, de intentie te zetten voor de visie die je hebt voor de aarde. En dan kan je bijvoorbeeld deze als screenshot nemen, bijvoorbeeld, waarbij dat je iedere keer visualiseert dat jij die hogere persoon bent. Dat is iets wat ik vaak doe. En dan heb ik, visualiseer ik dat ik de aarde, als het ware tussen mijn handen hou, ik toon het nu zo, hè, maar dan visualiseer ik dat de aarde tussen mijn handen, en dan stuur ik via mijn handen healing naar de aarde. Dat zijn allemaal dingen dat je kan doen, zo krachtig ben je. Oké, we gaan zien met welke vlammen dat je deze week ook nog kan samenwerken. Met welke vlammen kan ze deze week nog samenwerken? Oké. We hebben aartsengel Michael met de violette vlam en transmutatie. Aartsengel Zadkiel. Ik zou zeggen appelblauw zeegroen, maar kies zelf je kleur. Met veiligheid. En dat heeft dus ook te maken met wat ik net gezegd heb rond de aarde. Maar dus ook veiligheid in je eigen leven. Waar wil je veiligheid uit? Wat is belangrijk om je veilig te voelen? En aartsengel Sandalfon met intentie. Eigenlijk wel mooi om te zien hoe dat ook weer samenhangt met de boodschap die ik daarnet gegeven had. Dus de paars-violette vlam, de appelblauw zeegroen of de groene vlam, zoals hij zelf wilt. En dan de geel-oranje vlam. Zie je dat hier ook, dat is een persoon ook, ik zou zeggen een vrouw, maar ja, kan allerlei dingen zijn. Maar dat je ook weer dezelfde kaart hebt, dezelfde ding als hier, kijk. Dezelfde symbolen. Water, rust, meditatie. Oké, ik hoop dat je hier alvast heel veel aan gehad hebt. En ik wens je alvast een hele fijne week. Heb je ondersteuning nodig? Zit je met heel veel vragen? En wil je daar inzichten rond? Via channeling antwoorden van misschien over mensen die overleden zijn. Of dat je geen afscheid kon van nemen. Of wat dan ook. Ook dat is mogelijk. En kan je bij mij... selecte me binnen. Kan je bij mij reserveren. Zo, dat was voor nu. Ik wens je alvast een heel fijne week. En tot in de volgende.